Ja, je knipt het eventjes met je ogen en dan zijn we alweer aan de volgende vakantie toe. In dit geval dus de herfstvakantie. Volgende week barst die los. Ja, mochten we tijdens de zomervakantie nog best wel veel dingen doen. Nu is de situatie weer net even anders. Ja, wat te doen in een herfstvakantie nu de coronamaatregelen weer op scherp staan? Ja, in Opbouw organiseert samen met Green Health Solutions diverse workshops voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Dat zijn workshops die gaan over gezondheid en gezonde voeding. Daarover praten we met Arjan Baak van In Opbouw. Opbouw, goedemiddag. Goedemiddag. Het is in Dronten, hè, in Opbouw. Ja, dat klopt. Ja, op het Agri-park. En wat gaan de kinderen daar precies doen en leren tijdens die workshops? Nou, we hebben het thema gezonde voeding gekozen. Dus gezondheid. En dat is wel heel toepasselijk in deze periode van corona en virussen die om je heen hangen. Gaan kinderen allerlei verschillende workshops doen die allemaal in het thema gezondheid passen. Dus ze gaan heel erg met gezonde voeding aan de gang. Ze gaan binnen wetenschap en techniek, binnen creativiteit, allemaal rond het thema voeding en gezondheid aan het werk. Ja, maar moet ik dan denken aan worteltjes die aangekleed worden als een egeltje? Of wat zijn dat voor workshops? Leuke activiteit. Nee, de workshops gaan wel iets verder. Het zijn allemaal workshops met een behoorlijke educatieve lading. Dus we proberen kinderen ook echt iets te leren en aan te sluiten bij de nieuwsgierigheid die kinderen hebben. Wetenschap en techniek gaan we echt op een technische manier met kinderen bijvoorbeeld stroom opwekken met citroenen. Lampjes daarmee laten branden. Dus ze gaan stroom opwekken met citroenen? Ja. Met een citroen en een aantal andere materialen kan je van een citroen een batterij maken. Echt waar? Daar gaan ze mee aan de gang. Ja, echt waar. Oh, ja, ik ken het wel met een aardappel. Dat heeft dan volgens mij met een zetmeel te maken of zo, wat dan stroom voor. Ja. Er zal dan wel iets in die citroen zitten die dat ook doet. Ik heb ook begrepen dat jullie een escape room hebben die dan weer te maken heeft met gezondheid. Vertel daar eens over. Ja, we hebben een spel. Dat is in de vorm van een escape room. En er zit een hoofdpersoon in, een professor, en die heeft een probleem. En door middel van allerlei vragen moeten die kinderen dat probleem oplossen. En komen ze uiteindelijk bij het geheime recept uit. En ik kan dat natuurlijk niet helemaal verklappen. Want als de kinderen meeluisteren die daar aan mee gaan doen, dan heb ik de clue al verklapt. Maar ze moeten daar stevig aan het werk om de oplossingen te vinden. Ja, was het nou simpel om allerlei dingen te bedenken die met voedsel te maken hebben? Simpel is misschien te makkelijk. We zijn daar best een tijd mee bezig met elkaar om dat goed voor te bereiden binnen ons bedrijf. Maar uiteindelijk komen we tot veel hele leuke en wetenschappelijke en educatieve activiteiten. Die allemaal passen binnen het thema gezondheid en gezonde voeding. Ja. Ja, dus het kan een leerzame herfstvakantie worden voor de kinderen als kinderen hier lucht van krijgen. Of misschien hun ouders wel die zeggen van ik ga mijn kind daar lekker heen sturen in de herfstvakantie. Waar kunnen ze zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden op de website van In Opbouw. Daar staat een link, daar kunnen ze naartoe. En dan kunnen ze kiezen uit de workshops die er zijn. Dus daar staat ook meer informatie over het programma, de locatie en de tijd. En dan kunnen ze zich daar inschrijven. En dan krijgen ze vanzelf bericht hoe laat ze waar moeten wezen. En moeten ze zich nog ergens op voorbereiden? Moeten ze nog huiswerk doen van tevoren? Nee, ze hoeven geen huiswerk te doen. Ze moeten vooral heel enthousiast zijn en goed humeur meebrengen. Want uiteindelijk is het in de vakantie natuurlijk ook de bedoeling dat het gezellig is. En dat we een mooie dag hebben met elkaar. Dus als kinderen mee willen doen, van harte welkom. Kost het nog wat eigenlijk? Ja, wij vragen een bijdrage van €15 per dag. En daar zit de hele verzorging van de hele dag zit daarbij in. Daar kopen jullie ook al die citroenen van? Ja, daar kopen we ook de citroenen van. Ja, heel goed. Nou, nog één keer de website waar mensen zich kunnen opgeven. Dat is inopbouw.nl. En dan tussen in en opbouw hoort een koppelstreepje. Heel goed. Nou, volgende week dus allerlei leuke, gezonde en groene workshops in Dronten voor kinderen tijdens de herfstvakantie. Dankjewel, Arjan Baak van In Opbouw.